De gevolgen. En wat zijn de budgetten? Mag ik even uitpraten? Wij hebben nu even min onderbroken. Met veel plezier. Te geven welke op het sociale vlak tal van maatregelen zullen zijn. Maar dat is voor later. Heren, is het bent u het allemaal eens? Dat is inderdaad voor later. Verder inspanningen. Verder inspanningen doet. Als ik even mag uitspreken, meneer Rennemans. Als ik even mag uitspreken. Meneer Rennemans, als ik even... Nog in uw campagne. Nee, de sociale vlakken zoveel zijn, dat die door iemand moet betaald worden, zijn het door de modale regeling. De allereerste beslissing, meneer Schoepel, was precies om te maken dat er zo weinig mogelijk concreten zullen komen verlegd. Het allereerste wat u gedaan hebt, meneer Schoepel, dat is geen campagne lang. Het is hier geen parlement. Is dat waar? Zijn het allemaal lege dozen? Ik wil rust nog even uw programma's voor de verkiezingen bovenal en kijken wat voor u allebei het belangrijkste was. Zo graag hebben we dat gemeen nu ook laten uitspreken. Je maakt hier blijkbaar al zorgen. Over die lege dozen. En ik ben de eerste om toe te geven. Je hebt u nooit door de vragen, meneer Somers, het eerste wat dat gezegd is dat de regering wil zonder socialisten en de CD&V was onmiddellijk bereid. Niet vragen, want tegen dat we de vraag konden stellen, heb ik regeerakkoord niet is goedgekeurd. Dit is een vraag naar een deftige democratie waar je op basis van teksten en echte akkoorden op een echte manier kunt debatteren. Op maatschappelijk vlak zijn er belangrijke veranderingen. Dank u wel voor dit gesprek.